Welkom bij het Digitaal Journaal. In deze aflevering willen we laaggeletterdheid onder de aandacht brengen en wat we er met z'n allen aan kunnen doen. In deze aflevering komt Wim van Baal, voorzitter van BTW in Zaken, aan het woord. Er is ook aandacht voor het belang van het taalakkoord en de positieve mogelijkheden op het gebied van taaltraining. Maar ook de liedjeskast en onze leerlingen van de Gravin van Rechteren School ontbreken niet. Ik was op bezoek in het ziekenhuis Rivierenland. Een van onze partners binnen Betuwe Zaken. En die sprak door Binzo Wiebenga. En deze Binzo gaf mij toen al aan dat we in de meest ongezonde regio van Nederland wonen en werken en vertoeven. 3 jaar later kom ik Gabi tegen, directeur van de bibliotheek Rivierenland. Er komt hetzelfde onderwerp weer te sprake, maar dan in de laaggeletterdheid. Want ongezond leven en laaggeletterd staat met elkaar in verbinding. Er zijn 23.000 laaggeletterden. Als we dan eens kijken dat we de meest ongezonde regio van Nederland zijn, vinden wij het onze plicht, ook vanuit het bedrijfsleven, mee te participeren om dit onder de aandacht te brengen en kijken of we geld kunnen ophalen voor dit doel, om mensen die daarin verkeren te kunnen voorzien van middelen om hen van die laaggeletterdheid af te helpen. Dat is het doel waarom ik hier sta als ambassadeur. Op O of A, dan schrijf je in het meervoud, komma S en A. Dit is een liedje uit de liedjeskast. De liedjeskast kent 15 liedjes. Ieder liedje gaat over een taalregel. Bij ieder liedje hoort een kastje waarmee je de taalregel kunt oefenen. Een heleboel bekende Nederlandse artiesten hebben de liedjes ingezongen. Woorden breken als je ze gaat klappen. De tegenwoordige tijd. Al zingend leer je taalregels. En met schriftelijke en online oefeningen oefen je de regels. Heel veel mensen hebben moeite met de Nederlandse taal. Het is heel erg moeilijk als je een taal niet volledig beheerst, omdat je soms een beetje niet zo slim overkomt. Dat geldt bijvoorbeeld voor laaggeletterden, maar ook voor mensen die Nederlands als tweede taal leren. Het gaat zeker om ruim 2 miljoen mensen. Ik was eigenlijk wel blij met de liedjeskast, want dan kan ik het zelf ook een keertje goed begrijpen. Zij kunnen allemaal oefenen met de liedjeskast. Als het moeilijk voor je is om de taalregels te leren en uit elkaar te houden, kan een leuk liedje wel eens heel goed helpen. Je zou denken wat je hoort, moet je ook schrijven. Dan zouden veel meer mensen bij de les kunnen blijven. Beste professoren van onze taal. Kan het niet eenvoudiger allemaal? Nu moet je zoveel weten leren. En alle regels van de taal bestuderen. Dus klinkt er een P aan het eind van het woord. Schrijf vaak een B, dus anders dan je hoort. Maak het woord langer, dan hoor je het pas goed. Of je de P of de B schrijven moet. Dus heb met een B, omdat je zegt hebben. En werk met een B, want het is webben. En lamp met een B, want het is lampen. Je schrijft kramp met een P, omdat je zegt krampen. Om goed te kunnen functioneren binnen een bedrijf is de Nederlandse taal van groot belang. Daarnaast helpt het medewerkers ook bij hun dagelijks leven. Het bedrijf Dutch Quality Group, gespecialiseerd in het ontwikkelen en fabriceren van designmeubelen, geeft actief invulling aan het taalakkoord door taallessen te organiseren voor hun werknemers. Waarom is voor dit bedrijf het taalakkoord zo belangrijk? Als de overheid en het bedrijfsleven het belangrijk vinden dat er een taalakkoord is, dan moet er uiteraard ook een antwoord zijn op die vraag. Het taalakkoord is voor ons heel belangrijk, omdat wij qua Nederlands op een dusdanig niveau willen kunnen communiceren met onze, met name productiemedewerkers.
om effectief te kunnen communiceren. Om te zorgen dat we qua evaluaties goed met mensen kunnen praten. Veiligheid kunnen garanderen. Dat is voor ons in eerste instantie het belangrijkste aan het taalakkoord. In onze organisatie werken we met Poolse collega's en Turkse collega's. Dus dat zijn op dit moment eigenlijk de doelgroepen die we trainen. En wat we concreet merken is dat door de taalontwikkeling we de veiligheid op de werkvloer echt aanzienlijk hebben verbeterd. En daarnaast veel beter kunnen communiceren tijdens evaluatiemomenten. Dus uiteindelijk is de efficiëntie op de werkvloer echt verbeterd. In samenwerking met ILC hebben we vooraf intakes gedaan. Dus we hebben gekeken naar de niveaus van de verschillende medewerkers. En op basis daarvan hebben we een aantal groepen voorbereid. En die worden dus per groep getraind. We zijn heel erg enthousiast. Ja, de reacties van onze collega's zijn erg enthousiast. Dat maakt ook dat we doorgaan. Voor ons heeft het ook een maatschappelijk karakter. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is dit natuurlijk een hele mooie tool ook om verder op door te gaan. En wij zijn super enthousiast. Communicatie binnen een bedrijf is het kernwoord tot succes. Het goed beheersen van taal is daarbij van het grootste belang. Het ILC Taleninstituut biedt daarvoor ruime mogelijkheden. ILC biedt taal- en cultuurtrainingen in meer dan 25 talen. Dat doen we ook al meer dan 25 jaar. Die taaltrainingen kunnen zowel geforceerd als intensief plaatsvinden of gecombineerd als uw agenda niet anders toelaat. We leveren maatwerk. Dat betekent dat we kijken waar u en uw medewerkers behoefte aan hebben en daar zoomen we op in. We hebben geen standaard lesprogramma, we hebben ook geen standaard lesmateriaal. De training wordt dus helemaal op maat voor u samengesteld. We hebben wel kwalitatieve taaltrainers, native speakers en daarnaast zijn we ook nog eens heel betaalbaar. ILC verzorgt naast taaltrainingen in vreemde talen ook taaltrainingen in Nederlands. Nederlands en experts, maar ook Nederlands op de werkvloer. We proberen daarin bedrijven te ondersteunen die laaggeletterdheid willen aanpakken. Wat we dan doen, we gaan naar het bedrijf toe. We gaan inventariseren wat exact het probleem is. En op die wijze proberen we een steentje bij te dragen. Om het bedrijf daarin op weg te helpen om hun medewerkers beter de Nederlandse taal te laten beheersen. Dat doen we ook uiteraard in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het taalakkoord heeft aangegeven te willen investeren in laaggeletterdheid. En daar kan ILC een belangrijke rol in spelen. We gingen weer op bezoek bij de Grafin van Rechterenschool in Appelterm en vroegen aan kinderen uit groep 1 en 2 om een naam te spellen. Maar ik heb een andere letter. Maar ik heb een soort zelfde als Liza, maar dan een andere. A, P, Jan. Iris, gewoon. I-R-I-S. Zo is Iris. A, A. Hier een rondje naar die kant en dan een stokje, dan een rondje, dan deze en dan deze en dan deze. Dag. Miranda de Vries, bibliotheekambassadeur en burgemeester van de gemeente Geldermalsen, geeft het antwoord op de vraag van de vorige aflevering. Het juiste antwoord op de zoekvraag van de vorige aflevering, de vraag naar de eerste zoekmachine, is Ilse. Dank u wel, mevrouw de burgemeester. Frans Duits heeft een nieuwe vraag voor ons. In welk jaar werd er voor het eerst in Nederland een domeinnaam aangemeld? Was dat A. 1992... B. 1979 of C. 1986? Het juiste antwoord op deze vraag hoort en ziet u de volgende aflevering.
Frans, hoe kun je ook alweer meedoen? Schrijf jezelf in met 3 collega's, 3 vrienden, broers, zussen, neefjes, nichtjes. Het maakt niet uit. Het is namelijk heel erg leuk. En dat doe je op www.grotedigitaalstrijd.nl. In de volgende aflevering een antwoord op de vraag van deze week. Een nieuwe vraag van Frans Duits. En we gaan weer op bezoek bij de kinderen van de Gravin van Rechteren School in Appelterm. Tot dan!